Hoi, dit is alweer deel 5 van de serie Samen geraniums zaaien. Nou, we hebben allemaal samen geraniums gezaaid. En het zaaien ging dus tijdens deze sessie wat lastiger. Bij mij en ook bij een aantal van jullie. Mijn geraniums zien er dus daarom ook helemaal verschillend uit. Deze is het grootst, want die kwam dus het eerst uit. En daarna kwamen de andere twee. En de laatste kwam zelfs pas na anderhalve maand nog uit. Dus die is dan het allerkleinst. Ik ben benieuwd, hoe zien de geraniums er bij jullie uit? Zien ze er meer uit zoals deze grote? Ik hoop dat ze bij jullie zelfs nog iets groter zouden zijn. Of zien ze er meer uit zoals mijn middelste? Nou, in deze aflevering ga ik gewoon even vertellen van hoe nu verder. Wanneer kan je uitplanten? Welke kan je uitplanten? En de verzorging van de rest. En wat dan in de volgende afleveringen zal komen. Nou, ik begin even heel simpel. Dit is dus mijn grootste geranium. En die vult de pot al heel goed. En die zou dus al buiten uitgeplant kunnen worden. Als ik gewoon beneden kijk, dan zie ik dat de wortels al tevoorschijn komen. Dus dat betekent dat die al wat meer grond zou kunnen gebruiken. Normaal gesproken, als het dus nog wat kouder zou zijn. Stel, we zouden nog echt nog in begin april zijn. Zou ik het een potmaat groter geven. Maar goed, het weer is nu prima buiten. Dus deze zou al uitgeplant kunnen worden. En als ik dus kijk naar deze twee, nou, die vullen hun pot dus ook al goed. Dus op het moment dat je er dus eigenlijk zo naar kijkt en je ziet dus dat hij zijn pot al prima vult, dan zou die dus een potmaat groter kunnen krijgen. Ik zie onder hier en daar ook een beetje de wortels al, nog niet zo heel erg veel, maar ze vullen gewoon hun pot al heel goed. Dus deze zouden nu naar zo'n laatste pot kunnen en van daaruit kunnen ze dus ook buiten uitgeplant gaan worden. Hierbuiten zie je een plant die ik dus al heb uitgeplant. Ik heb deze dus al in januari gezaaid. En die is dan ook een stuk groter dan de planten van deze serie. Normaal gesproken zaai ik geraniums ook altijd in januari. Want dan zijn ze in mei al klaar om uitgeplant te worden. Nou, deze is dus nog een stuk kleiner van deze serie. Hiernaast heb ik nog een geranium die ik ook in januari heb gezaaid. En zo kun je dus ook een beetje het verschil zien. Dus dat is ook mijn tip aan jou voor volgend jaar. We zaaien ze in januari. Nou, wat bij deze nu wat minder goed gaat is, je ziet dat hij de lucht in blijft gaan. Dat komt omdat ik hem dus te laat getopt heb. Toppen betekent de bovenkant eraf knijpen. En daarmee geef je de plant een teken dat hij zijtakken moet gaan aanmaken. Zodat hij dus wat meer een bos gaat worden. Want anders is dat natuurlijk wel erg zonde van de plant. Dat je alleen maar een hoge plant hebt en minder bloei. Dus ik had eigenlijk een stuk daaronder al moeten gaan toppen. Nou, bij deze plant heb ik dat dus beter gedaan. Die heb ik dus eerder getopt. En je ziet dan ook dat hij hier nu aan de zijkant zijtakken begint te maken. En hij gaat dus nu wat meer een bos worden, waardoor dit straks een mooiere plant wordt. Hier zie je hoe ik de plant, hoe ik de geranium heb uitgeplant. Ik heb dus een bloempot gepakt en die heb ik alvast gevuld met potgrond. En dan een beetje gewoon mijn pot erop houden en dan een beetje meten van, nou, komt dit zo uit? Nou, daarna haal je de plant uit zijn kweekpot en dan plaats je hem midden in de bloempot. En dan vul je het dus verder aan met potgrond. Als je dat hebt gedaan, dan geef je dus de plant heel veel water. Je doet dus echt heel veel water in de pot. En dat doe je eigenlijk zodat de wortels ook een beetje gestimuleerd worden om naar beneden te gaan. Als je heel veel water geeft, dan drukt die dus ook eigenlijk een beetje de wortels naar beneden. En dan krijgt de plant een prima start met het ontwikkelen in de bloempot. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon uitplanten buiten in de tuin. Merk je bij het uitplanten dat je de plant met moeite uit de pot krijgt? Nou, ik plaats altijd mijn vingers zo tussen de plant op de grond. En dan doe ik hem op de kop. En dan ga ik hem zo indrukken. Als je hem dan op verschillende plekken indrukt, dan stimuleer je dus, of tenminste dan druk je de grond zo, dat hij dus wel mooi eruit komt. En dan moet je soms ook een beetje zo duwen en dan komt vanzelf de grond los. En dan kun je het makkelijker uitplanten. Dat is dus die plant. Die kan dus al uitgeplant worden. Dan de rest van de geraniums. Zijn je geraniums nog zo groot als deze twee? Kijk dan hoe ze in het potje staan. Vullen ze de pot goed, geef ze dan een potmaat groter. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan dit formaat. De planten kunnen overdag al prima naar buiten, waardoor ze zich dus beter zullen gaan ontwikkelen. Want ze raken al gewend aan de omstandigheden buiten. En ze krijgen ook al lekker het zonnetje van buiten. Ik zou ze dan nog wel 's avonds naar binnen halen. Nou ja, waarom? Binnen is het dan toch nog wat warmer dan buiten. Want vandaag en morgen is het eigenlijk nog best wel fris.
En door de warmte binnen zullen ze dan ook weer wat sneller gaan groeien. Maar ook, het zijn hele kleine plantjes, of jonge plantjes. En jonge plantjes zijn altijd aantrekkelijk voor slakken. Die vinden ze altijd wel erg lekker. Die ruiken ze altijd heel erg goed. Maar je hebt ook van die zwarte kevertjes buiten, die ook wel graag van de bladeren zouden willen snoepen. Dus overdag buiten en dan 's avonds rond de uur of 9:30, 10:00 zou je de planten prima naar binnen kunnen halen. Nou, heb jij nog hele kleine geraniums, zoals deze? Nou, die moeten dus nog een poos in de potjes blijven staan, totdat ze er dus zo uitzien. Eén keer per week geef je de planten water met een heel klein beetje plantenvoeding erin, zoals ik ook in mijn vorige afleveringen heb laten zien. Nou, in de volgende aflevering, hopelijk zijn we al wat verder en heb ik al wat bloei aan mijn geraniums buiten. Dan ga ik dus laten zien hoe je de geraniums lang en dan de hele zomer tot en met de herfst, totdat het winter wordt, de plant mooi in bloei kan houden. En ook hoe je dus zelf weer nieuwe zaden kan gaan oogsten, zodat je met je eigen zaden volgend jaar weer kan gaan zaaien. Maar ik denk dat we dan alweer misschien 2 afleveringen verder zijn. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.